Ik hoop dat je een beetje van actie houdt, want in deze video gaan we je precies uitleggen hoe je de perfecte actiefoto maakt. Fotograaf Sander van der Borg voorziet je van de beste tips en tricks. Eerst ga ik nog dieper in op de jurybeoordeling van het perfecte plaatje. Je Bart van Kennen neemt daarna de technische specs door van de winnende foto. Die was dit keer gemaakt door Kees. Klaar voor de start? Actie! Voor mij zie ik 6 actiefoto's windfall op het water. De kandidaten hebben het eigenlijk fantastisch gedaan. Ik ga even beginnen met de foto van Steven. Hij heeft echt wel zijn best gedaan. Hij is er alleen te dicht op gaan staan, waardoor je eigenlijk een heel stuk cel mist. Ja, zo'n handje in het water. Er zit wel een beetje snelheid in, maar ja, het is toch een beetje een telefoonfoto gemaakt vanuit een bootje wat ernaast vaart. Dan gaan we naar de foto van Daphne. Er zit wel mooi opspattend water in. De lucht is mooi. Ik vind het ook wel mooi hoe de man in beeld is gebracht. Hij komt lekker uit het water. Zeker geen slechte foto. Dan gaan we naar Christina. Die heeft dan toch gekozen voor zwart-wit. En als je zwart-wit kiest, moet je eigenlijk wel weten hoe je dat moet doen. Dan moet je wel weten hoe je met zwart en grijs tinten moet omgaan. En ze heeft hem iets te veel naar het zwart getrokken, waardoor die voor mij gewoon echt te donker is. Jammer, want het is op zich best wel leuk gedaan. Jamie heeft een mooie snelheid erin gebracht. Ik mis net even een beetje water misschien, wat een beetje opspat. Maar in principe spat daar natuurlijk niet echt water op. Want als wat we straks gaan zien, is het opspattende water is vooral van de boot die voor hem vaart. Dus eigenlijk is dat best wel heel knap gedaan, die foto. De foto van Vrouwtje. Het is heel grappig, doordat je hier zoveel water ziet, het is bijna of je schuim ziet opspatten. Er zit echt snelheid in, je zit er lekker dicht op. Je kan een beetje soepbatten over de uitsnede, en dat hebben we ook gedaan als jury. De ene jurylid vond het heel mooi juist dat het close aangesneden was. De andere miste toch wel meer het cel in beeld. Dus ja, daar kun je van vinden wat je wil. Hij komt mooi los van de grond, dat zie je misschien iets te weinig door al het opspattende water. Maar het is zeker een knappe foto voor iemand die dit voor de eerste keer doet. En dan gaan we naar Kees, die de winnende foto had. Een prachtig dynamisch beeld. Mooi dat hij gekozen heeft voor een staand beeld. Als enige eigenlijk van iedereen, ook gewaagd. Hij heeft mooi de achtergrond in beeld genomen. Het water spat mooi van de boot die richting op, waardoor het een extra snelheid krijgt. Het enige probleem vind ik wel, is dat hij geen ervaring nog heeft met nabewerking, waardoor de foto een beetje flats is. En ik denk, als je deze goed zou nabewerken, iets meer clarity erin zou trekken, dan zou die nog 10 keer mooier kunnen zijn. Maar ook zeker voor een eerste keer zo'n opdracht doen, geef ik een hele dikke pluim van Kees. Kortom, ze hebben het eigenlijk allemaal best heel goed gedaan. Dit is de winnende actiefoto gemaakt door Kees. En er was keuze uit 2 objectieven. De nieuwe 400 mm lichtgericht objectief, 400 mm brandpuntsafstand en de 1635 mm. En die heeft Kees gebruikt. En daarmee kan je heel dicht bij je onderwerp komen, moet je heel dicht bij je onderwerp komen. Als je dat goed doet, heb je wel een hele dynamische foto. En omdat het de bedoeling was om die beweging goed af te beelden, is dat ook echt goed gelukt. Veel bewegend water in de voorgrond, mooie groothoek gebruikt. Het is een 16 tot 35 mm op een full-frame reflexcamera, de EOS 6D Mark II. En Kees heeft ergens midden in het zoombereik rond de 30 mm het objectief gebruikt. En als je dat doet, dan wil je ook wel een beetje scherptediepte hebben. Het beweegt allemaal zo snel dat je zeker wel weet wat scherp is. Dus uiteindelijk is er een diafragma van 20 uitgerold. Dat is automatisch ingesteld door de camera, omdat Kees sluitertijdvoorkeuze heeft gebruikt. En die gebruik je om iets over beweging te zeggen in je beeld. Hij heeft een sluitertijd van 1/60 zelf gekozen. En met 1/60 seconde maak je alle beweging prachtig zichtbaar. De camera meet dan het licht en kijkt met de door jou ingestelde ISO-waarde welk diafragma er nodig is. In dit geval dus diafragma 20, voldoende scherptediepte. Dat is fijn, want hij heeft in staand formaat geschoten, mooie voorgrond meegenomen en overal zit in ieder geval scherpte. Alles beweegt heel erg snel en ondanks die scherptediepte moet je toch zorgen dat je autofocus zijn werk goed doet. En dat betekent, als de scherpstelafstand nog verandert, dat je AI Servo AF gebruikt. En daarmee blijft de camera scherpstellen op je onderwerp, ook als de afstand verandert. Zoals gezegd heeft Kees sluitertijdvoorkeuze gebruikt. En dat betekent dat de camera de belichting regelt. En die heeft dat perfect gedaan, want in die mooie wolkenlucht is ook nog voldoende detail zichtbaar. En in de schaduwpartijen onder het boord, in de donkere delen van het zeil, is dat ook zichtbaar. Dus al met al een perfect plaatje. Sander van der Borg heeft van een hobby zijn beroep gemaakt. Al van jongs af aan ging hij zeilen en nu legt hij het liefst alles met een zeil vast.
En met succes, want Sander fotografeert alle belangrijke zeilwedstrijden. Niet verkeerd, want daarvoor mag hij lekker de hele wereld over. Van de 44 Cup in Montenegro tot America's Cup in Bermuda. Maar nu staat hij gewoon lekker in Nederland om jou de beste tips en tricks te geven. In de aflevering van het perfecte plaatje fotograferen de kandidaten een windfoiler. Nou, dat is natuurlijk vrij specifiek. Nou, ik ben zelf watersportfotograaf, dus ik hou het ook voornamelijk bij watersport, zoals deze katamaran die hier op de achtergrond ligt, die we zo meteen gaan fotograferen. Mocht je nu zelf een mooie actiefoto willen maken, dan zou ik toch adviseren om ook iets te doen waar echt je passie bij ligt. Ben je zelf skateboarder of vind je dat leuk? Ga vooral skateboarden fotograferen. Ja, dan heb je toch sneller een idee wat jij zelf mooi vindt binnen zo'n actiefoto. En dat zou je zeker helpen om de perfecte foto te maken. Nu is op het water fotograferen natuurlijk vrij lastig. Omdat je al dat water om je heen hebt. En dat is natuurlijk voor je camera natuurlijk altijd niet even plezierig. Daarom heb ik eigenlijk altijd een pellycase bij me waar ik mijn spullen in doe. Zo kan je zien, ik heb nu een camera met een 1635 waar ik mee close-up beelden ga maken. Waarschijnlijk voor wat ver weg nog wat beelden. En voor een ander effect heb ik ook een 400 meegenomen. En verder, als ik een foto maak, haal ik natuurlijk snel even de camera uit de kist. Maar eigenlijk zit hij tussendoor altijd dicht, zodat hij goed beschermd is. Nu zijn er vrij lastige omstandigheden voor goede actiefoto's. Dus ik heb besloten om even met de 1635 te kijken of ik hem toch een beetje snelheid kan brengen. Dat doe ik door een hele korte sluitertijd in te stellen op de tv-stand. Die staat hier. En dan doe ik ongeveer rond 1/40ste van een seconde of lager. En dan ga ik zo dicht mogelijk op de boot meevaren. Ietsje dichterbij nog. Gewoon echt dat ik ze bijna kan aanraken. Zodat ik toch een gevoel van snelheid krijg in de foto. Nou ja, wat natuurlijk heel belangrijk is dat je hele creatieve standpunten in gaat nemen. Je moet eigenlijk een standpunt innemen wat de kijker niet zelf gewend is om te zien. Dus als ik mijn camera heel laag op het water hou of heel erg in het gezicht hou van degene die er zit, normaal komt daar niet iemand. Dus wordt dat meteen gezien als een heel spannend beeld. Daarachter. Daar. Het is natuurlijk ook vaak van belang als je een mooie foto wil maken dat de achtergrond ook een rol speelt. Dus nu zie ik hier in de achtergrond een aantal windmolens. En het is natuurlijk hartstikke leuk als die boot precies een mooie actie maakt voor die windmolens. Dat je die dan als achtergrond mee kan nemen. Dan is het nu tijd om letterlijk en figuurlijk over te gaan tot de actie. Heel veel plezier!